We gaan over naar Lisette Vink, singer-songwriter. Echt geweldig dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, singer-songwriter, je hebt het ene component zingen en je hebt het liedje schrijven. Ja. Laten we beginnen met zingen. Wanneer ben je begonnen eigenlijk met zingen? Als klein meisje eigenlijk al. Ik ben eigenlijk begonnen in koren en we deden hele leuke, schattige liedjes in goede pakjes. Daar ben ik begonnen. Dus, en toen heb je ook nog het liedje schrijven erbij betrokken. Ja. Wanneer ben je daarmee begonnen? Toen was ik 14, 15 of zo. Het was meer dat ik mensen zag optreden en met hun eigen muziek. En ik zoiets had van, dat wil ik ook. En ik ga gewoon maar beginnen en kijken wat er gebeurt. Dus de eerste liedjes zijn dan een beetje heel cliché en heel makkelijk. En ze lijken ook heel erg op andere liedjes. Ja, wat was bijvoorbeeld het onderwerp van jouw eerste liedje? Ja, over gebroken liefde natuurlijk, want er staat iedereen op. Dus noem je dat. Ja, precies. Ja. En hoe voelt het eigenlijk om op te treden? Optreden vind ik een van de leukste dingen om te doen. Vooral omdat je hele leuke reacties kunt krijgen vanuit het publiek. Mensen kunnen je ook een beetje feedback geven over je liedjes. Want ik probeer vaak nieuwe dingen uit. Dus dan ben ik altijd heel benieuwd wat het publiek er dan van vindt. Doe je dat vaak optreden? Ik ben momenteel heel veel bezig met schrijven. Dus minder dan vorig jaar. Maar ik wil eigenlijk zo langzamerhand weer meer beginnen op te treden. Want zoals onze muziekproducer Martijn, die ken je wel. Die heeft met zijn band een nieuw album uitgebracht. Wil jij ook een album uitbrengen of heb je meer van losse singles zijn beter? Nee, ik zou ook een album uit willen brengen. Meer omdat ik ook een conceptdenker ben. Niet zo van losse flarden hier en daar een liedje. Meer een soort van één geheel of zo. En wat voor soort onderwerp zou je dan pakken voor je album? Ja, dat vind ik lastig. Ik heb er nog niet heel erg over nagedacht. Want ik dacht eerst van, nou, eerst een EP. Niet een heel album met 10 of 12 nummers. Eerst een EP met 4 nummers. Ja. Maar ik denk, er is nog een heleboel dingen waar ik nog heel graag over wil schrijven. Of over dingen die er zijn gebeurd. Of in de wereld, dat soort dingen. En je gaat hier voor ons optreden. Ja. Welk nummer ga je tegenwoordig brengen? Solid Wall, mijn eigen nummer, ja. En waar gaat het over? Dat gaat over dat je de hele tijd tegen een muur aanloopt. En dat je gewoon niet door hebt dat daarnaast gewoon een deur open is die gewoon open kan gaan. Maar dat je gewoon blijft die muur tegen je hoofd staan. How can I fight my demons when I still fight the past? How can I pray for the future when my memories never last? You let me go, there's a distance between us. Harsh words don't make a bridge, it will tell our souls apart. 'Cause this endless sorrow, I can't get no relief. 'Cause I keep on hitting a solid wall of this. All hope is made, I'll never know. The dreams I had, they let me go. I've got some love, I've got an illusion that put my daily life in confusion. Even though I was prepared to bleed, you will always get what you need. 'Cause this endless sorrow, I can't get no relief. 'Cause I keep on hitting a solid wall. This endless sorrow,
can't get no relief, 'cause I keep on living a solid wall of this. But